Ja, bij dubbeldekkers denk ik altijd aan van die grote rode tweelaags bussen die bijvoorbeeld in Londen rijden. Maar nu schijnt dit ook een dubbeldekker te heten. Vandaag ben ik op bezoek bij Ton, die mij daar alles over gaat vertellen. Ton, we staan tussen de dubbeldekkers die jullie maken en ontwikkelen. Maar wat is een dubbeldekker nou precies? Een dubbeldekker is een oplegger die verdeeld is in twee compartimenten. Eén compartiment is omhoog gebracht en één naar beneden. We hebben tussen de wegdek en trailer 20 centimeter ruimte. Dus dan hebben we twee compartimenten van 1,82 meter gekregen, waardoor er 60% meer ladingvermogen is gekomen. Dus als je in pallets denkt, europallets, wat bij velen bekend is, zijn boven 33 pallets en beneden 54. Totaal 54 pallets, dus beneden 21 pallets. Ja, dus gewoon veel meer capaciteit op de weg. 60% meer capaciteit. Precies. Heb je nou ook nog verschillen tussen die verschillende dubbeldekkers? Ja, de verschillen zitten in een tweeasser, een drieasser. Er zijn verschillende configuraties, gestuurde, starre. Je hebt een city, die is 11 meter. Je hebt een lange, dat is maximale lengte in Nederland, 13,60 meter. Nou, daar zitten de verschillen in. Dan heb je geïsoleerd, plywood. Supermarkten rijden vaker geïsoleerde. Die hebben vries- en koel. Producten. En zeg maar, als voorbeeld heb je ook dat je met plywood rijdt, met meer voor de detailhandels. Ja, precies. Echt per klant eigenlijk een andere dubbeldekker is mogelijk. Ja. Er zijn 24 uitvoeringen. Ja, want hoe ziet dan de ontwikkeling eruit? Hoe gaat het proces eigenlijk in zijn werk van ontwikkeling tot realisatie van een dubbeldekker? Een klant heeft een bepaalde eis aan zijn dubbeldekker. Hoe die wil laaien, wat voor hoogte ze zijn. Nou, op een gegeven moment komt dat in een tekenkamer, dan worden ontwerpen gemaakt. Vanuit die ontwerpen komen de stuklijsten. In principe wordt een dubbeldekker gemaakt. Dan wordt het geassembleerd op een mal. Vanuit de mal gaat een afdeling waardoor hydrauliek, elektra, de binnenkant wordt verlast, een laadklep wordt eraan gehangen. Dan gaat hij daarna naar een spuiterij, wordt hij in de kleur gespoten wat de klant vraagt. Uiteindelijk komt hij in de afmontage, wordt de verlichting, al de hele buitenkant afgemonteerd, reclame erop gezet en dan gaat hij de deur uit. Gaat hij de weg op. Voor veel veilige kilometers. Ja, mooi. En innovaties in deze wereld, gebeurt er veel? Er gebeurt best veel de laatste jaren. We hebben een LZ-feester ontwikkeld in Nederland. Lange zware voertuigen van 25 meter 25 in diverse configuraties. Een dubbeldekker is er ontwikkeld. We zijn nu bezig met een dubbeldekker in LZ2 vorm, waar ook een motorwagen voor staat. Die ook twee ladingen en twee hoogtes kan krijgen. Dus. Ja, want hoe kun je succesvol zijn in deze branche? Hoe onderscheid je je? Ik denk dat je zeer innovatief moet zijn, ontwikkelen. Zeer de Nederlandse wet en ook de internationale wet moet kunnen. Met wat er wel en niet mag op de wegen. Ton, wie zijn eigenlijk de klanten van Burgers Carrosserie? De meeste zijn de supermarkten, zowel nationaal als internationaal. Retailers, bijvoorbeeld Jumbo, Action. In het buitenland weer Edeka, Louis Vuitton. We hebben pas een nieuwe klant in Frankrijk. Dat zijn mooie namen. Zijn toonaangevende klanten wel. Ja. Ja, even om de capaciteit van jullie bedrijf weer te geven. Hoeveel van die dubbeldekkers gaan nou jaarlijks uit? We komen van één per week. We bouwen er op het ogenblik 6 tot 7 in de week. Dus als je dat maar 50 doet, zouden we er 350 kunnen doen. Maar dit jaar hebben we er 250 gedaan. Ja, dat is ontzettend veel. Heel veel. Ja, mooi. Wat is jullie missie? Op het moment is het toch hetzelfde als vroeger. Wat is nou de missie van Burgers Carrosserie? We leveren maatwerk en we hopen dat iedereen de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Mooi. En wat is dan het belangrijkste in het bedrijf? Hoe ga je die continuïteit waarborgen? Ja, het klinkt ouderwets, maar toch de mensen die er allemaal werken. Want waarom is dat zo belangrijk? Nou, zonder mensen doen wij ook niks als directie. We kunnen wel verkopen. Als niemand hebben om het op te bouwen, dan komt er ook niks uit op de weg. Dus. Mooi. Wat is er zo bijzonder aan Burgers Carrosserie? Specifiek unique selling point? Uniek selling point, we zijn zeer innovatief. Als de klant wat vraagt, we leveren 80% is echt maatwerk. Dus wat de klant vraagt, dat bieden wij en dat hebben we gewoon. Ja, je zegt innovatief, maar kun je me ook een concreet voorbeeld geven van jullie laatste innovatie? Ja, de laatste innovatie is een laadklep. Bij de Sligro hebben ze een bepaalde winkel dat ze niet konden komen met de oplegger. We hebben nu een buiten-binnenklep, hebben we een binnenklep die je omhoog schuift in plaats van heen en weer. Plus de laadklep is daar nummer 1,50 geworden, kan je elk klein straatje ook in Amsterdam komen. Mooi, dus jullie denken echt mee met de klant. Het is puur wat de klant vraagt, proberen wij in te vullen. Mooi. Ton, toekomstplannen? We willen nu een jaar stabiliseren, de groei even tot rust komen en vanaf 2018 weer doorgroeien. Goed zo, heel veel succes daarmee. Dankjewel.